maken, Moussa Kene. Smauzen en smauzinnen, kelenstreupers en kelenstreuperinnen. Welkom op de Erewijn 2007, hier vanuit ons eigen Wapen van Rik. Welkom. Welkom aan burgemeester Willy Doorn en haar echtgenoot Hans. De wethouders en de gemeenteraadsleden van de gemeente Landert met hun partners. Onze dorstluchtige hoogheden van de Smauskes, de Moeslanden en de Kelenstreupers. Met hun gevolgen natuurlijk. De jeugdprinsen en jeugdprinsessen die hiervoor prachtig zitten te pronken. U hebt ze al gehoord, de Boerenmoeskapel en Dweilerkest ongerakt, die de muzikale omlijsting van deze middag zullen verzorgen. En natuurlijk u allen die hier vandaag bent uitgenodigd om bij deze Erewijn 2007 aanwezig te zijn. Een bijzondere Erewijn op een bijzonder plek in een voor ons in ieder geval bijzonder jaar waarin wij ons 44-jarig lustrum mogen vieren. Ook welkom aan alle die rechtstreeks via de tv van Lander TV met ons verbonden zijn en op deze manier deze fantastische happening met ons meebeleven. Wij gaan er met z'n allen een fantastische middag van maken en ik nodig nu heel graag onze eigen burgermoeder uit om hier naar voren te komen om het openingswoord te verrichten. Buutmars voor onze burgermoeder Willy Doorn. Ja, ik ga het hele serie opnoemen, want ik krijg maar één keer de kans in een jaar om heel die serie hoogheden te noemen. Doorluchtige hoogheden, prinsen, prinsessen, jeugdprinsen, jeugdprinsessen, grootvorsten, vorsten, narren, adjudanten, raden van elf, dansgarden, ze kijken mee met de televisie, ze zijn nu boven, twee blaaskapellen. En de twee pastoors heb ik gezien. En natuurlijk alle genodigden van het gemeentebestuur en de drie carnavalsverenigingen. Namens het gemeentebestuur van Landert verwelkom ik u allen bij de Erewijn. En muzikaal wordt deze middag opgeluisterd door het Dweilorkest Ongerakt en de Boerenmoeskapel. Dit jaar zijn we in verband met het 44-jarig jubileum van de carnavalsvereniging De Kelenstreupers bij Rik te gast in het Wapen van Rik. De Kelenstreupers zijn eveneens belast met de organisatie van deze Erewijn. En mijn hartelijke dank daarvoor. Een bijzonder welkom aan de inwoners van Landert die meekijken via de tv. Op deze manier kan ieder getuige zijn van deze sleuteluitreiking en de Erewijn. En natuurlijk ook welkom aan de mensen die meeluisteren via Radio LFM. Vanmiddag bent u allemaal getuige van het start zijn voor carnaval 2007. De carnavalsverenigingen die zijn allemaal al maandenlang bezig om een aantrekkelijk programma te bieden. We hebben allemaal al wat warm kunnen draaien bij de pronkzittingen. En na deze warming-up krijgen we nu het echte carnavalsgebeuren. Drie dagen lang zal er in heel Landert feest gevierd worden. Zeeland, Reek en Schaik zullen worden omgetoverd naar het Smauzenrijk, het Kelenrijk en het Moesland. Maar om dit feest te kunnen laten beginnen is het noodzakelijk dat ik de sleutels en de zeggenschap over Landert ga overdragen. En daartoe vraag ik de prinsen met hun prinsessen
en de jeugdprinsen met hun prinsessen op het podium plaats te vinden. Mag ik u uitnodigen? Nou, ziet u, vindt u niet dat ze er mooi uitzien? En natuurlijk ook die prinsen, hè? Ieder die het Brabants Dagblad heeft gelezen, die heeft onze drie prinsen eruit kunnen halen. Nou, ik vond ze de knapste. Nou, dit jaar start ik volgens schema met Zeeland. Ofwel de Smouskes. Voor hen is 2007 een belangrijk jaar. Want in november bestaat de stichting Carnaval de Smouskes 44 jaar. En ongetwijfeld kunnen we erop rekenen dat dit jubileum in ware carnavalstijl gevierd gaat worden. Dit feestelijk gebeuren, en natuurlijk het carnaval zelf, zal in goede carnavalshanden zijn bij prins Ronald de Neurste en prinses Natasja. Zij weten immers precies wat er nodig is om goed carnaval te vieren. Want zijn motto luidt niet voor niets: zoekten jullie nog? Wij hebben het al gevonden. Hij krijgt daarbij ondersteuning van vorst John, het bestuur en natuurlijk ook van de Raad van Elf. Die met hun themalied, de Rastaraad, laten zien verder dan de gemeentegrens en hun eigen grenzen te kunnen kijken. En dat kan nooit kwaad in deze tijd. Tevens kan prins Ronald een beroep doen op jeugdprins Daan, jeugdprinses Vianne, adjudante Amber, die zit in de zaal denk ik, en nar Heiko. En natuurlijk de jeugdraad van Elf. De jeugd kan met hen en de enthousiasme begeleiding van de commissie Jeugdcarnaval rekenen op een grootse happening waar ongetwijfeld het thema griezelen verder vorm krijgt. Het prinselijk gezelschap zal tijdens het carnaval weer op alle plekken te vinden zijn waar te eten, drinken en feesten vieren valt. Maar ook zijn ze bij ouderen en zieken en bij de basisschooljeugd. De optocht zal zeker de moeite waard zijn, met als extra attractie de wagen van de nieuwe club Zoetjes An. Zo zie je dat de jongeren in het Smouzenrijk erg actief zijn. En dat is belangrijk, want als er geen jeugd is, dan is er ook geen toekomst. Een nieuwigheidje in het programma van de Smouzen is de sokkenjacht. Alle inwoners uit het Smouzenrijk worden in of met nieuwe, oude sokken verwacht. Maar natuurlijk ook vooral met een goed humeur. Want carnaval kan niet zonder dat goede humeur. En ook niet zonder dans en muziek. Hiervoor kunnen de Smouskes rekenen op de blaasbalken. De dansgarde zal ongetwijfeld weer een flitsende dans neerzetten.
en de huppelsmauskes zullen iedereen verbaasd doen staan van hun kunsten en capriolen. Kortom, dit jubileumjaar zal het Smauzenrijk extra feestelijk zijn. Aan jong en oud de uitdaging om mee te doen en met elkaar plezier te maken. Met vertrouwen draag ik de sleutel en de zeggenschap over dit Smauzenrijk over in de handen van prinses Natasja en prins Ronald de Neurste en jeugdprins Daan en prinses Fianne. En ik vraag hen daartoe hier naar voren te komen. Kom maar een beetje hier staan. Dan begin ik met de grootste sleutel. Die is natuurlijk voor prins Ronald. Succes. En dan prinses Fianne. Succes. En jeugdprins Daan. Succes. Okay. Nou, dat is er één, hè? Smauzenland kan aan de gang. De volgende sleutels zijn die om het Kelenrijk te ontsluiten. Dat is op eigen bodem nu. De Kelenstreupers hebben dit carnaval al vroeg feestelijk ingezet. Al 44 jaar zorgen zij ervoor dat Reek tijdens het carnaval bruist van activiteiten. Vele hoogheden en vele mannen en vrouwen hebben zich gedurende jaren ingezet voor hun vereniging. In Reek weten ze als geen ander dat het belangrijk is om met elkaar op te trekken en samen plezier te maken. Dan kijk ik even naar de prins. Ik kom een beetje dichter, een beetje naar voren, want dan moet ik zo naar achter blijven kijken. En het is natuurlijk een grote eer om tijdens het jubileumjaar prins van het Kelenrijk te mogen zijn. En die eer is gegund aan prins John de Neurste, die nu voor het derde jaar prins mag zijn. Ja, de muziek zegt het al, hè? Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. John is een enthousiaste en energieke prins en straalt dat aan iedereen uit. Hij vertolkt dit via zijn motto: niet kniezen, niet zeuren, dat is hartstikke fout, vergeet niet te leven, want straks ben je oud. Mooi. Prins John kan met zijn prinses Bianca leunen op de brede schouders van vorst Jan, het bestuur, de Raad van Elf, de Dames van de Raad. En omdat koninklijke Piet afscheid heeft genomen als adjudant, kan hij nu rekenen op het enthousiasme van adjudant Johan. Tijdens de spannende onthulling kwamen de namen van de nieuwe jeugdprins Luc en prinses Bo al puzzelend tevoorschijn. En met hen is de jeugd verzekerd van een keigoed carnaval. Met de jeugdcommissie, grootvorst Tinus, adjudant Bas en hun raad van elf staan zij borg voor plezier, een goed humeur en saamhorigheid.
de prinselijke dansgarde en de raapsteeltjes met prinses Bo zullen zekere prachtige pasjes en dansen neerzetten. De showgroep brengt een ieder met hun optreden in de juiste sfeer. Ja, en wat moet ik nog zeggen van het onvolprezen dweilorkest Ongerakt? Zij begeleiden ons vanmiddag, maar ook begeleiden zij de vorst en zijn gezelschap bij alle activiteiten en zorgen daarmee voor een vrolijke stemming. De pronkzittingen zijn op uitstekende wijze verlopen. De zieken en ouderen zullen worden bezocht. En de optocht zal ongetwijfeld weer vol verrassingen zitten. En doet de pastoor trouwens weer mee? Nou, dat moet nog wel veranderd worden dan. Er is een openingsbal, de carnavalsmis met indrukwekkende momenten. De talentenjacht, het mottenballenbal, doorzettersbal en het keemoesbal. Er wordt wat afgebald bij jullie, hè? Kortom, er is voor ieder wat te beleven. De Kelenstreupers hebben bewezen een goed carnaval neer te zetten en zijn er klaar voor. Daarom draag ik met een gerust gehart de zeggenschap over het Kelenrijk en de sleutel over. En ik vraag dan ook prins John, prinses Bianca, jeugdprins Luc en jeugdprinses Bo naar voren te komen, zodat ik de sleutels van het Kelenrijk kan omhangen. En een kleine sleuteltje voor de prinses, hè? Het is wel een kleintje. Begin natuurlijk met de grote. Voor de derde keer. Dankjewel. Succes. En de prinses, want zonder prinsessen kunnen we natuurlijk niet, hè? Kunnen jullie ook niet. Succes. Prins Luc. Kijk, keurig zijn hoed afgedaan. Succes. En prinses Bo. Succes. Reageer maar, ja, ik ben wel benieuwd. Ja, daar staan we dan, John. Ja. Voor de derde keer. Allereerst wil ik natuurlijk de burgemeester en het voltallige college hartelijk danken dat de Kelenstreupers dit jaar de erewijn mochten organiseren in hun eigen wapen van Reek. Daar ons hartelijk dank voor. Het brengt voor ons in ieder geval een extra dimensie voor ons 44-jarig bestaan, ons jubileumjaar. Ja, Jan, dat is nou wat je noemt nog eens de krenten in de pap. Maar wat hebben we toch weer een fantastisch feest gehad. Ik kan het niet genoeg zeggen. Jan, ik zeg het nog één keer. Wat zwaar en schön hier in Reek am Maas. Jawohl! Ja, dat de carnaval leeft in Reek, dat hebben we wel gemerkt, John. Jazeker, Jan. En nu ik de sleutel weer voor de derde keer heb, dan kan het feest weer in de Reek losbarsten. Hey, ik bedenk me iets, Jan. We hebben ook nog iets aan te bieden. Ja, steekjes zeker. Ja, Jan. Ook weer de steekjes zijn dit jaar weer present. Maar dat is niet het enigste. Ik heb eigenlijk een vraag aan onze burgermoeder. Mevrouw Van Doren, was de mega frikandel lekker? Nou, dan hebben we weer geluk. Ik heb er weer één meegenomen. GELACH
Ja. Ja. John, weet je nog van de uitstapje naar Den Bosch, van 14 dagen terug? Dat hebben jullie allemaal wel kunnen zien. Die keischoon foto die vandaag in het Brabants Dagblad staan. Daar zijn we van 14 dagen verder naar Den Bosch geweest. Jij doelt dus eigenlijk toen wij samen met prins Ed van Schaik door samen aan die tafel een kop koffie zaten te drinken. Ja, ja, John, precies. Dat gesprek, dat ging over die scepter. Die scepter van prins Ed, dat die ontvreemd was. Ja, dat is mij in 3 jaar tijd nog nooit overkomen, Jan. Ja, John, maar jij bent toch een echte prins? Maar John, ik heb voor de aardigheid eens in de laatste carnavalsbladen gekeken van het Moesland. En wat zie ik tot mijn verbazing? Ik zie prins Ed elke keer, en mensen, kijk het naar, elke keer staat hij met een andere scepter op de foto. Jan, jij zou Jan niet zijn als jij ze niet geteld hebt. 10 keer, John. En de elfde... Ja, die is er nou niet meer. Want die waren ontvreemd. En die was ontvreemd door Moussa Kin, die nij kleren nodig had. Niet te geloven. En dan solliciteert Ed elke keer naar een nieuw Amstermijn. Hoeveel schepters gaat dat dan niet de club kosten? De prins uit Zeeland, die zal niet zo gauw zijn schepter verliezen. Want die weet goed wat er op het spel staat. Want hij is alles namelijk ingefluisterd door een reeks raadslid... Was een oom is. John, het lijkt wel of dat de Reekse carnaval als voorbeeld moet fungeren voor de Landense carnaval. Maar goed, alle gekheid op een stokje, Jan. Laten we nu maar tot het officiële gedeelte overgaan. Want we willen ons namelijk strikt aan de tijd houden. Mag ik vragen, prins Ed, zijn er... Voorzitter. Zijn er... Kleine vorst, Willy. En voorzitter Theo Potjes. En Theo zal in de zaal zitten. Die moet even naar boven komen. En prins Ed en Willy even hier naar voren komen. Omdat wij het zeer vervelend vonden wat jullie als carnavalsvereniging overkomen is, vonden wij dat wij als keelstreupers jullie dit cadeau aan moeten bieden. Dit cadeau is bestemd voor de vereniging, omdat we niet willen dat ook dit cadeau verloren gaat. Gerard, pak je. Je zit dicht geplekt, hè? Ik ga hem nou weer vaas, Jan. Kijk maar gewoon eens. Zo, doe het dicht. Ik doe eerst die. Eerst die, hè? Eerst die, hè? Beste carnavalsvrienden, ik wil er wel benadrukken dat we hem aanreiken aan de carnavalsvereniging. Je mag hem deze carnaval nog tot onder uw hoede hebben, maar nogmaals, hij is voor de vereniging en de bedoeling is dat hij jarenlang terugkomt. En zorg ervoor dat je hem niet kwijtraakt. Ja? Ja.
Maar John. John, er zit toch wel een verhaal aan deze scepter. Hoe die gemaakt is en wat die voor symbool staat. Ja, dat klopt, Jan. Want zoals jullie allemaal zien, deze scepter is helemaal uit hout gesneden. En dat is hetzelfde hout waar men ook vroeger wijnvaten van maakte. En als men goed kijkt, dan zie je dat er een moeskop in dat vat zit. Het vatje bier wat wij dadelijk graag nog ontvangen natuurlijk. Dat vatje bier, dat staat voor gezelligheid. Waar men in Landert altijd tijd voor vrijmaakt. Maar er zit ook een standaard bij. En geef deze nou alsjeblieft een vaste plek, want dan kan die scepter nooit verloren raken. Nogmaals, jongens. Namens de Kelenstreupers, alsjeblieft. Ja, bedankt, jongens. Kijk, je bent klaar. Dank je wel, Jan. Dank je wel, Jan. Mooi, hè? Dank je wel. Maar natuurlijk willen we onze burgemeester en haar man Hans graag een onderscheiding uitreiken. Dat wil John graag voor de derde keer doen. En vanzelfsprekend hebben we ook voor onze burgemeester en haar echtgenote een presentje meegebracht. Daarom wil ik vragen dat Hans naar boven wil komen. Onze burgemeester, die staat daarboven. Zodat John de spulletjes kan uitreiken en de onderscheidingen kan aanreiken. Even erbij. Ja. Zullen we die zelf doen? We beginnen bij de burgemeester natuurlijk. Ik heb nu aardig wat frikandel gekregen. Ja, die krijgen wij met z'n tweetjes natuurlijk nooit op, hè? Lijkt het niet een goed idee om hier te vragen of ze er hier wat mee kunnen doen? Dat u even meedoet? Ja, hè? We zullen hem eventjes afgeven voor het wapen. Dan kunnen ze daar wat moois van maken. Ik zal hem hier neerleggen. Daar loopt iemand van het wapen. Kunnen jullie hier iets lekkers mee doen? Nou, hij mag kapot, hoor. Hij mag kapot. Ja, we hebben zojuist een reactie gehad van de prins uit het Kelenrijk. Maar wat we natuurlijk nog te goed hebben, is een reactie van de prins van het Smauzenland. Het Smauzenrijk. En mag ik jullie uitnodigen om nog te reageren? Ik ben wel benieuwd wat die nieuwe prins nou te zeggen heeft natuurlijk. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel, jongen. Ja, wij zijn hier uitgenodigd op de Nerewijn. In eerste instantie vonden we dat leuk. Vervolgens hebben ze ons aangewezen om een stukje te moeten doen. Dat kan ook leuk zijn. Oh ja, en het moest eigenlijk om te lachen zijn. Nou, dat is minder leuk, want dat is toller dan. Wie kan nog helpen als je er zelf niet uitkomt? Wij hebben eerst, net als met Weekend Millionaires, hebben we 4 hulplijnen ingezet. Eerste hulplijn, de corridor gebeld. Want dat schijnt te helpen als je nergens als niet uitkomt. De tweede hulplijn, aan schilder Kees Verstegen in Zeeland met de vraag: we moeten een zaterdag bij de Erewijn goed uit de verf komen. Wat moeten we doen? Ja,
Die kwam 5 emmers tekst brengen in carnavalskleuren. Maar ja, dat waren het ons niet meer begonnen. Derde hulplijn. Stoffenzak Mien Hop uit Zeeland. Kon ons wel aan stof helpen, maar niet aan praatstof. Misschien niet dat de schuike prins hier achter men ons werk kan helpen. Nou, die had praatstof genoeg. Maar het was zo langdurig dat we alleen stof tot nadenken overhielden. Uiteindelijk dachten we, weet je wat we doen? We bellen de burgemeester. Dat vindt ze leuk. Maar die zei, ik heb net Zunnenberg klachten binnengekregen. Die moet ik eerst afhandelen. Ik zeg, daar help je jou wel bij. Maar dan moet toch jij ons helpen. Nou zegt ze, ik heb hier een klacht van Peter Vertogen van het Luttelveld. Burgemeester, luister eens. Hier zijn ze alle huurwoningen aan het verruineren en renoveren. Alles zit onder de troep. De aanrecht, de linnenkaast. Ons Antoinette zit al weken met haar ondergoed omhoog. Maar er is nog niemand komen kijken. Zegt een burger, ik zeg tegen Tini Dorkmans, jij bent voor het onderhoud. Geef mij alles maar een goeie beurt. Maar die is daar te wijd in gegaan. Tini blij, Antoinette blij, maar Peter nog veel beuzer. Ja, de volgende klacht. Bij camping De Peelrand is een naaktloper gesignaleerd. Dat reel ik zelf wel. Ik vind niks moois dan naaktlopers in de kroeg te grijpen. Of in de kracht te grijpen. Of die woning is veel te klein, want ik krijg er ieder jaar een kind bij, burgemeester. Dan moet hij toch wat aan doen? Ja, dan moeten wij niks doen. Jullie moeten er iets laten. En wat moet je hiervan geloven? Mijn 15-jarige zoon slaapt noodgedwongen bij mijn 13-jarige tweelingzusje in de kamer. Dat kan toch niet? Ik moet elke nacht bevallen. Zodoende wordt mijn woning te klein. Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur. Of mijn vochtontwikkeling in de huiskamer is niet op de aarde. De drollen drijven door de gang. Dat moet ingegrepen worden. Reeds ruim 6 jaar ben ik getrouwd met een kind van 2 jaar. Ik heb een lekkage op de zolder. En dat is naar beneden gekomen. Of ik eis dat ik net zo opgeschilderd word als met een buurman. Het vocht dringt door de muur. Van mijn slaapkamer. Van mijn schoonmoeder. Die helemaal beschimmeld is en verrot is. En de hond van de buurman. Die blaft een hele avond deur. En met de kat is al hetzelfde. Tony Willems. Met een buurman van Schuik stinkt naar gas. Ik denk dat hij een lek heeft. Wilt u naar mijn bovenkamer laten kijken? Die zit vol met beesten. Wist u het zaakje van mijn buurman is goed te onderzoeken? Want daar zit een luchtje aan. U kunt voelen dat mijn geval niet in orde is. Doet u het eens? Stelt u het voor, burgemeester. Uw gezin. Scheidend op een emmertje. Het is maar goed, zei de burger, dat er een nieuwe boa is benoemd. Ik zeg een boa? Waar sta? Een boa? Nou, dat stond in de krant. In Landert gaat per 1 mei een boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar, aan de slag. De boa gaat zich vooral bezighouden met kleine zaken waar veel mensen zich aan irriteren. Zoals overlast van hondenpoep, het dumpen van afval en fout parkeren. De toezichthouder heeft daarbij ook de bevoegdheid om boetes uit te delen. En zal wekelijks 1 dag in Schaik, 1 dag in Zeeland en 1 dagdeel in de Reek werkzaam zijn. Zo'n baantje is iets voor men. Dan kan ik nog bijna als print van Zeeland. Komt overal, ook in Reek en Schaik. Ja, en ik heb een bus. Kunnen meteen alle overtreders oplaaien. Busje komt zo. Ook goed voor de wildplassers. Die stonden met de carnaval overal zat. Dat brengt flink geld op aan boetes. Want carnavalvierders mogen geen zeikers zijn. Oh ja, en met dat boetegeld, dan weet onze raad wel raad. Dan kopen wij speciaal voor ons 44-jarig jubileum milieuvriendelijk bier. Alaf. Nou, die kunnen er wat van. Hè? Oh, je komt nog wat halen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben wij voor jullie ook nog een stukje eremetaal van de Smauzen. Zo. Wat onze prins jullie nou graag wil overhandigen. Dus dan mag uw man ook weer even naar voren. Waar zal ik aan staan? Fijne carnaval. Dank je wel. Dankjewel. Behalve de Amsketen heb ik er inderdaad nog 2 bijgekregen. Dat is niet slecht.
Ja, dan heb ik nog 1 set sleutels liggen. En die zijn van het Moesland. Misschien dat jullie een beetje zo schuin kunnen staan. Kunnen we ze ook allemaal een beetje zien, hè? Prins Ed de Neurste en zijn prinses Angelique hebben vorig jaar ervaren hoeveel plezier je kan beleven als prinselijk paar in het Moesland. En natuurlijk heeft dat te maken met de Raad van Elf. Waar zitten jullie? Het bestuur en de vele clubjes die ze daar hebben. Grootvorst Leonard heeft na 7 jaar afscheid genomen, maar koninklijk, weten we nog, hè? Koninklijk grootvorst Willy heeft tijdens de presentaties van de pronkzittingen al laten zien dat hij op zijn eigen grootse wijze het hele carnavalsgebeuren gloedvol kan begeleiden. De jeugd kan rekenen op prins Teun en prinses Meike, die tijdens de onthulling uit een reusachtig grote hoed getoverd werden. Met het bestuur Jeugdcarnaval en hun Raad van Elf staan ze borg voor een fantastisch programma voor de jeugd. En daarnaast worden jullie als jeugd op een magische manier muzikaal begeleid door jullie eigen hofkapel Toetemer Henne. De jeugdoptocht die laat zien dat jongeren tot vele goede prestaties in staat zijn. En volgens mij worden ze een flinke concurrent voor de grote optocht. Wat daarbij opvalt is dat vele ouders en bouwouders de jeugd heel goed ondersteunen. Daarnaast wordt er door jullie ook aandacht geschonken aan veiligheid. En dit jaar zullen er zelfs brandblussers op iedere wagen meegaan. De grote trekker van het Moeslandse carnaval is natuurlijk de grote Moeslandse optocht op maandagmiddag. Met als climax de prijsuitreiking waar de beste en origineelste prestaties beloond worden met een groot applaus. Zitten daar echt te bibberen van, hoe hoog eindigen we? Het moesbal, de gehalpmergen. Het keemoesbal, de bezoeken aan ouderen en zieken. Boerkemoes, de feesten in allerlei gelegenheden. Activiteiten voor jong en oud die niemand die van plezier maken houdt mag missen. Carnaval in het Moesland kan echter niet gevierd worden, letten jullie op daarachter, zonder de meeslepende muziek van de inmiddels internationaal opererende hofkapel. En wat vindt u er eigenlijk van? Zijn ze niet fantastisch? Je zou er bijna kippenvel van krijgen. Gelopen, hè? De dansgarde en de huppelpupkuts laten ongetwijfeld weer op enthousiasme wijze zien dat je snelle en moeilijk uitvoerbare dansen kan vertonen. Een genot om naar te kijken. Maar ondanks deze rij van mensen die bijdragen aan het laten slagen van het Moeslandse carnaval, kan prins Ed niet zonder mensen die meedoen. Carnaval is immers het feest van en voor iedereen. Prins Ed, prinses Angelique, prins Teun en prinses Meike, komen jullie maar. Jullie kunnen het carnaval in het Moesland starten. En graag hang ik de sleutel bij jullie om. En ik begin bij prins Ed.
Nou, dan heb je... Prinses Angelique. Ja. Hij moet nog een beetje leren, hè? Prins Teun. En prinses Meike. Succes. Burgemeester, u mag rechts naast ons komen staan. Ja, ze pakken je altijd terug, hè? Absoluut. Burgemeester, natuurlijk hebben wij ook iets bedacht. Een voordracht. En die gaan we nu met u uitvoeren en daar hebben we uw hulp bij nodig. Ja, we hebben voor u een spel bedacht, burgemeester. En dat spel dat heet Hoe goed kende het Moesland? Het is niet zo'n heel moeilijk spel, maar er is bovendien een gigantische prijs is eraan verbonden. Maar u moet er natuurlijk wel wat voor doen. Die krijg je niet zomaar. Het spel bestaat uit 3 rondes. En we beginnen met de allereerste ronde, Willy. Burgemeester, u weet dat we in het Moesland wel meer dan 80 carnavalsclubs hebben. En deze clubs hebben allemaal een eigen naam. Ik laat u de naam van een club zien. En ik let erop dat u de naam goed uitspreekt. Makkie. Laat zien. De Deurdouwers. Nou ja, die reken ik goed. Ja, kan niet anders, hè? De volgende is een heel bekende club. Grut Schrij. Ja. Ja, dat is ook goed. Ja. En nog een mooi clubje, burgemeester. Dat is een moeilijkere. Mooi geklooi. Jongen. We hebben natuurlijk ook een nieuw, jong clubje. Het nou ook niet. Nou, die reken ik goed, hoor. Ja, ook weer goed. Ja, ook goed. Ja. En nou, de laatste, burgemeester. Deze is wel moeilijk. Roar maar waar. Ja, hoe is het in godsnaam toch mogelijk? Nou, die eerste ronde, die brengt ze er goed vanaf. Dat had ik eigenlijk niet zo verwacht. Niks aan de hand. Nee, niks aan de hand. Vist allemaal zelf. Burgemeester, waar moet je het eerst aan denken als je een carnavalswagen gaat bouwen? Nou, aan een heleboel, weet ik wel, hoor. Een schuur. Nee, burgemeester, dat is niet helemaal goed. Nee? Een bouwschuur. Oh. Ja, maar iets, ja, wat, nee. Iets kan altijd een bouwschuur worden, hè? Klopt, burgemeester. Maar goed, een paar weken geleden zijn we nog met u rondgereden op bouwbezoek. En toen zijn we in de camp geweest. Ja, en nou is de vraag, waar ligt de camp? Oh, dat was ergens bij het Mun, daar ergens in de buurt. Nee. Nee, dat is niet goed. Broksteeg. Ja, maar het was ook donker, hè? Nou, hebben we een makkelijker... Ja, het was donker, burgemeester, ja. Maar burgemeester, vanaf de camp zijn we toen naar de ontginning gereden. De ontginningen weten wel, hè? Nou, burgemeester, waar ligt de ontginning? Het Nabegat. Verkeerd voorgezegd. Ja, is niet goed. Ja, is helemaal fout voorgezegd. De Maas. Zeelandse Dreef. Zeelandse Dreef. Zou ik zeggen. Ook niet goed, oh jee. Burgemeester, daarna hebben we nog een clubje bezocht die bouwde in de Hongersteeg. Ja, u voelt hem al aankomen. Waar ligt de Hongersteeg? Bij het putje, zeggen ze. Moet niet luisteren naar die kwajongens hierachter.
U mag ook zeggen dat ik het nu weet, hoor. Dat is niet erg. We leren het wel. Nou, lees even maar. Ja, het is namelijk over het viaduct van de Zandstraat, de Sint-Annastraat. Ah, ja. En vanaf de Hongersteeg zijn we toen naar de Munse Licht gereden. Ja, dat weet ik nog wel. Nou, waar ligt de Munse Licht? Munse Licht, hè? Munse Licht? Dat is een gebied. Munse Licht. Nou, volgens mij is het de Rijksweg, of de Rijksstraat, bij de Rijksweg daar rechtsaf. Nou, ja. Bijna goed. Palmstraat en een stukje van de Maashorst, hè, die straat. Die is goed, hè? Maar die rekenen we goed. We zijn niet flauw. Nou, burgemeester. Tot slot hebben we een gebiedje waar de mensen vroeger eigenlijk niet zo graag mee geassocieerd wilden worden. Maar dat gebied dat heette het Gutgat. Nou, dan ga ik eigenlijk niet eerst vragen waar het ligt, maar weet u ook wat het is, een Gutgat? Ja. Daar staat burgemeester. Ja. Van het Moesland ook nog een beetje, hè? Nou, burgemeester, die ronde is niet zo best, hè? Nee, hè? Nee, nee. Maar dat hadden we ook niet doorgesproken, hè? Ja, maar ik mocht niet alles verraaien. En ik kreeg trouwens maar een tientje. Maar, burgemeester, we zijn nou weer toegekomen aan de derde en de allerlaatste ronde. Dus even goed uw best doen, want je scoort nog geen voldoende. Mag ik een joker inzetten? Nee, dat mag niet, burgemeester. Je moet het helemaal alleen doen. Oh jee. Burgemeester, u weet dat er in het Moesland heel veel personen zijn die zich erg betrokken voelen bij het carnaval. Echte Moeslanders dus. En de meeste van deze personen hebben natuurlijk ook een echte bijnaam. Prins Ed noemt nu enkele bijnamen van deze bekende personen. En u moet zeggen wie het is. Dat doe ik niet. En mocht u dan de naam niet weten, dan is er nog geen man of geen vrouw overboord. Want dan vragen wij de betreffende persoon die waarschijnlijk in de zaal zit, even zou willen gaan staan. En dan krijg je nog een tweede kans om de naam van die betreffende persoon te noemen. Dus je krijgt twee kansen. Nou, we beginnen natuurlijk met een hele makkelijke. De Loef, burgemeester. Ja, die zit daar. Hoe heet die? Peter Loeven. Peter Loeven keuren we wel goed, hè? Ja, daar kunnen we niet mee. Dat is keigoed. Maar wie bedoel je nou met das Boot? Das Boot. Das Boot. Even denken. Ik denk niet dat ze het weet, Willy. Wil degene die wij in het Moesland kennen als Das Boot even gaan staan? Op de stoel graag. Oh jee, hier staat ook een. Hoe is dat? Ja, ik weet wel met wie die getrouwd is. U die getrouwd? Ze zijn nog niet getrouwd. He? Zijn ze niet getrouwd? Mag jij zeggen. Die wonen samen. Boot. Goed zo. Ja, André Boot. Boot. André. Nou, en dan eigenlijk weer een makkelijke, want we moeten het ook niet allemaal moeilijk maken, hè? De vent. Ja, dat is de vroegere prins. Heel goed. En hoe heet hij? Ja. En hoe heet hij? Die vergeet ik natuurlijk nooit. Wat is zijn voornaam? Want er zijn meer venten. Ja, de vent. Ja, dat. Hoe heet hij nou? Hè? Frank natuurlijk. En burgemeester, wie gaat er schuil achter de naam Tuur? Religio-Tuur. Nee. Tuur, burgemeester. Tuur. Wil degene die wij in het Moesland kennen als Tuur even gaan staan? Hoef je niet, want hij staat al volgens mij. Maar iets naar voren komen. Dan kan de burgemeester zien. Ja, hand opsteken, een beetje naar voren. Ja, die kan ik niet zien zo. Iets naar voren, Tuur. Is dat? Ik ken alleen zijn voornaam, Arthur. Nou, en dan komen we toch weer met een makkelijke, want die was ook best moeilijk. De Potter. Ja, volgens mij is dat Theo. Niet? Ja, ik reken hem goed, maar ik bedoel eigenlijk Erik Patjes. Ja. Ja. Ah, goed. Was een klein foutje, daar maken wij ze niet druk over, hè? Nou, en nou weer een moeilijke, want die was een makkelijke, hè? Dalton Senior en Dalton Junior. Volgens mij zitten die achter me. Ja, dat klopt, burgemeester. Twan en Jos van Hees. Ik zal even helpen. Okay. Gaat ze goed aangewezen.
Ja, en tot slot nog één hele moeilijke. Albert. Albert? De enige die hem trouwens zo noemt is zijn moeder. Oh. Wie is Albert? Daar schiet ik niks mee op. Tipje van de sluier oplichten. Hij zit ook achter ons. Achter ons? Of moeten we vragen dat hij even gaat staan? Albert, even staan. Staan. Appie. Oh, Appie. Oké. Okay. Nou, dat is helemaal goed, burgemeester. Nou, die derde ronde die was... Was beter, die hè? Was redelijk. Ja, ja. Maar wat denkt ervan, prinset? Is ze geslaagd voor onze test? Hoe goed kent het Moesland? Nou, die eerste ronde, ik snap er nou nog niks van, maar dat moet de gestoken kaart zijn. Ja, de tweede ronde, daar wisten ze nog niet zoveel van, hè? We zijn nog speciaal rondgereden, maar dat heeft ook schijnbaar niet geholpen. Nee, die tweede ronde kunnen we echt niet goedkeuren. Maar die derde ronde en de laatste ronde heeft ze met een beetje hulp toch tot een goed einde weten te brengen. Gelukkig. Burgemeester, u verdient sowieso een prijs. Maar dat is eigenlijk vooral te danken aan het feit dat u zich zo inzet en zo betrokken voelt bij het Moeslands carnaval. En burgemeester, om toch het extra ultieme gevoel te krijgen dat elke Moeslandse carnavalsclub in het Moesland ooit een keer moet hebben meegemaakt, het winnen van de beker. Willy, waar is de beker? De beker? Oh jee. Oh shit. Ja. Oh, dat is niet groot. Hij paste er net in, burgemeester. Oh. Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Tot slot, burgemeester. Toen wij vorige week met u bij het bezorgen van de carnavalskrant kwamen bezorgen, bij u thuis, dan hebben we toch iets meegemaakt, dat kan echt niet. Niet uit de mand klappen, hè? Nee. Want uw man Hans, die was de vlag in het hijsen. Ja, het is echt niet te geloven. Met een Moeslandse sjaal. Dat kan toch echt niet? Ja. Vandaar dat we ook nog de Moeslandse vlag willen aanbieden. Nou Hans, ik waarschijnlijk met een opvolger die komt volgend jaar controleren of dat die mooi wappert. En we hadden eigenlijk nog heel graag iets aan willen bieden aan de burgemeester. Maar ja, we zijn er ons metaal in, want mijn scepters zijn op. Helaas. Maar het maakt niet uit. Burgemeester, bedankt. Dank je wel. Nou.
Mooi. Ja, ik kan natuurlijk eigenlijk geen één vlag ophangen, hè? Want het is lander drie kernen, dus dan moet ik wel drie vlaggen hebben. Ja, dames en heren. Zoals u weet, mogen de carnavalsverenigingen ieder drie personen voordragen voor de carnavalsonderscheiding van de gemeente Landert. En ik nodig hiertoe uit om naar voren te komen en plaats te nemen op de stoelen op het podium voor de Smauskus, Prins Ronald. Het echtpaar Corrie en Theo van der Valk. En Tini van der Laar. Corrie is er niet? Is Corrie er niet? Ik begreep dat Corrie en Theo... Die komen nu wel. Kom naar voren. Niet zo bescheiden. Dan voor de kederstreupers Josette van Overheem. Elie van der Zanden en Erik Bol. Kom verder, Elie van der Zanden. Die komt er ook aan. Dan voor het Moesland. Ik noem ze maar even met de drieën achter elkaar. Bouwouder Egbert Wingens, Lisette Loeven en Ben Snoeks. De brandweer is altijd paraat. Ik begin bij de Smauskus. En wel bij Prins Ronald, de neurste. Prins Ronald vormt samen met zijn prinses Natasja een fijn koppel om het carnavalseizoen bij de Smauskus aan te voeren. Ze hebben al laten zien heel wat in hun mars te hebben en gaan voorop in de festiviteiten. Prins Ronald is een echte Smaus. Zijn vader Cor is zelf ook jarenlang lid geweest van de Raad van Elf. Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Overigens weet prins Ronald al wat prins zijn betekent. Want 15 jaar terug heeft hij al eens geoefend als jeugdprins. Hij is fanatiek supporter van PSV. En daarnaast fan van ADO Den Haag. En hij kan het bewijzen. Meesten kunnen het niet bewijzen, maar volgens de informatie heb jij twee tattoos op je arm. Ook dart hij bij hap en stap in de Brabantse boelcompetitie. Hij gooit menige 180's. Tenminste, dat zegt hij.
Ronald heeft bij zijn installatie laten zien te weten wat er met zijn prinses wat het betekent. En hij gaat er voor de 500% zelfs voor. En in de afgelopen tijd is gebleken dat hij dit ook waar kan maken. Hij laat zien dat je in het Smouseland zeker een fijn carnaval kan vieren. Voor de Smouskes dan ook voldoende redenen om prins Ronald voor een gemeentelijke onderscheiding in aanmerking te laten komen. En dat doe ik natuurlijk graag. Prins Ronald. Dan als jullie een beetje naar voren stappen. Corrie en Theo van der Valk. De Smouskes zetten nu twee personen tegelijk in de kijker. Van hun inzet en enthousiasme worden wij alleen maar rijker. Met elkaar gaan zij al jaren als echtpaar door het leven. Deze mensen verdienen het, want zij hebben de Smouskes al veel gegeven. In het seizoen 93-94 is hij bij de Smouskes gekomen, nadat hij er al een tijdje had overlopen te dromen. Tussen de jongeren voelt hij zich nog prima thuis en op gemak. Alleen als Ajax moet voetballen, hijst hij zich niet in het Smouzenpak. Zij ging altijd met hem mee en wilde meer doen dan alleen aanwezig zijn. Lid worden van de commissie Jeugdcarnaval leek haar daarom fijn. Nu begeleidt ze in deze commissie de Jeugdraad van 11. Met haar inzet en enthousiasme gaat dan alles als vanzelf. Samen steken ze vele vrije tijd in onze stichting. Ze geven met hun werk de Smouskes de juiste richting. Advertenties ophalen, loten verkopen, niets is hen te zwaar. Nooit doe je een tevergeefs een beroep op hen. Zij staan altijd klaar. Daarom is een Landertse onderscheiding meer dan verdiend voor deze twee mensen. Als Stichting Carnaval de Smouskes kunnen wij ons geen beter echtpaar wensen. Geef hen een daverend applaus. We maken een einde aan dit gekalk. Hier zijn voor de gemeentelijke onderscheiding Corrie en Theo van der Valk. Ik heb er één, hè? Oké, hij is voor jullie samen, hè? Oké, doe maar. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Vanavond mag Corrie hem om. Dan Tini, aan de andere kant. Gaan we een beetje zo staan, kunnen ze je allemaal goed zien. Alweer 6 jaar is zij voor de Smouskes actief met haar creatieve brein. Ze bedenkt, maakt en creëert vele zaken met ongekend plezier en gein. Van het maken van kostuums en reclameborden tot het schilderen en decoreren. De Smouskes kunnen nog heel veel van deze vrouw leren. Het jeugdcarnaval is maar wat blij met deze veelzijdige duizendpoot. Haar aandeel en inzet, vooral op de achtergrond, zijn dan ook groot. Ieder jaar opnieuw het nieuwe jeugdkoppel zoeken en begeleiden. De carnavalswagen aankleden en het stukje voor de erewijn voorbereiden. Zelfs de burgemeester loopt met carnaval in een creatie van haar hand. Het maken van die stofjas is elk jaar een staaltje van haar creatieve verstand. De deur staat altijd open voor een vergadering of het opbergen van materialen. Zoeken naar een nieuwe showdans met leuke kleding, ideeën kun je bij haar halen. Ook haar kinderen zijn bijna allemaal betrokken bij het carnaval in het Smouzenland. Bij de dansgarde dansen zij, door moeder gemotiveerd, samen hand in hand.
De Smouskes zijn bijzonder in hun sas met haar niet geringe talent. Daarom wordt deze vrouw op dit podium nu terecht verwend. De beloning voor haar inzet en creativiteit in de vorm van een onderscheiding is zeker op zijn plaats, want zij levert een bijzondere prestatie met toewijding. Het grote moment is daarom nu daar. Een gemeentelijke onderscheiding voor ons aller, Tini van der Laar. Verdiend. Dan gaan we naar de kelenstreupers, de aanbeveling. Toen haar man Jan een aantal geleden prins van het Kelenrijk werd, kwam ook Josette bij de club. De eerste 2 jaar stond zij haar man, prins Jan, met raad en daad bij. Toen Jan na 2 jaar prins grootvorst werd, bleef ook Josette actief bij de vereniging betrokken. Sinds een aantal jaren is Josette de trainster en begeleidster voor de prinselijke dansgarde van de kelenstreupers. Zij zorgt voor alles wat met de dansgarde te maken heeft. Zij is een van de trainsters en bedenkt, oefent en studeert de dans samen met de dansmarieken in. Ze draagt zorg voor de kleding van de dansgarde en maakt dat de dansmariekes opgevangen worden, verzorgd worden en niets tekortkomen. Josette is een belangrijke spil in de vereniging en zeker voor de prinselijke dansgarde. Josette is tevens een zeer gewaardeerd lid van de Dames van de Raad. Zij heeft een gemeentelijke onderscheiding dan ook ruimschoots verdiend. Josette, kom maar naar voren. Mooi. Gefeliciteerd. Dan Elies, kom maar een stapje naar voren. Zij is al jaren actief voor onze vereniging. Begonnen met het begeleiden van de prinselijke dansgarde, waar zij met de meiden veel plezier aan beleefde. Een aantal jaren geleden werd haar man lid van de Raad van Elf. En hierdoor koos zij ervoor om lid van de Dames van de Raad te worden, wat uitmondde in veel helpende handen van haar. Zo helpt zij trouw met de Oud-IJzeractie, is in touw met de rommelmarkt, zit in de kledingcommissie. Ze doet mee met de pronkzittingen en is bijna altijd op alle vergaderingen aanwezig, waarbij zij soms de taak van notulist op zich neemt. Gewapend met haar fotocamera legt zij vele hoogtepunten van onze vereniging op de gevoelige plaat vast. Zij heeft de onderscheiding dan ook ruimschoots verdiend. Elie van der Zanden. APPLAUS. Mooi verdiend. Leuk. Gefeliciteerd. Van Erik, doe ook maar een stapje naar voren. Hij is al vele jaren actief bij de vereniging betrokken. Hij is de stuwende en eigenlijk ook onmisbare kracht achter de schitterende carnavalskrant. Ik weet niet of u hem gezien heeft. Vanuit zijn dagelijkse werkzaamheden bij een drukkerij is hij uitstekend thuis in het opzetten en opmaken van de carnavalskrant. Wat hij dan ook nauwgezet en precies doet. Maar ik denk ook met liefde. Hij zorgt ervoor dat de krant er op en top uitziet. En dat alle artikelen, foto's en advertenties keurig in de krant een plek krijgen. Ook voor andere PR-activiteiten, zoals het ontwerpen en drukken van folders en posters, kan een beroep op zijn vakmanschap worden gedaan.
Zeker tijdens het 44-jarig jubileum, dat onlangs is gevierd, heeft hij zich van zijn beste kant laten zien. Een duidelijk verdiende gemeentelijke onderscheiding voor deze waardevolle kracht voor de Kelenstreupers. Erik Bol. Dan komen we inderdaad bij Schaik. Het Moesland, ja, dat mag ik nou niet meer zeggen. Het is, de sleutel is weg. Moesland, ja, ik krijg weer een minpuntje. De bouwouders. Ik heb het zojuist ook al genoemd, hè. Dat was een goed antwoord trouwens. En dat is ook gemeend, want die schuren zijn natuurlijk heel belangrijk. Egbert Wingers, doe maar een stapje naar voren. Dit is niet zijn carnavalste nu, maar hij heeft het moeten uitdrukken. Bouwouders zijn enorm belangrijk in het Moesland. Er worden elk jaar rond de 20 grote wagens en 10 grote jeugdwagens gebouwd. En er moet dus ook plaats zijn voor die wagens. Loodsen, schuren, alles wordt ter beschikking gesteld. Deze bouwouder, deze man heeft een echt carnavalshart. Al ongeveer 11 jaar wordt er door een paar clubs bij hem in de schuur gebouwd. De laatste jaren is dat stevast voor mekaar. We hebben het dan over Egbert Wingens. Alles kunnen de bouwers bij hem krijgen. Hij heeft ook alles. Leent deze spullen uit, maar niet alleen maar aan voor mekaar. Maar ook andere clubs komen regelmatig materialen lenen. Op Moesmaandag is hij altijd druk in de weer met de verrijder. Niet alleen voor mekaar, maar hij helpt ook andere carnavalsclubs met het opbouwen van de wagens. Na afloop van de optocht, maar wel voor de prijsuitreiking, sluit Egbert met voor mekaar altijd een weddenschap af op welke plaats zij eindigen in de optocht. Degene die verliest, ja, die betaalt een kratje bier. Een kratje toch? Een blad, oh, dat valt me tegen eigenlijk. Alhoewel, het ligt eraan hoe groot het blad is, hè? Maar opvallend is dat Egbert nog maar één keer gewonnen heeft. Wij, dat zegt dan het Moesland, maar zeker zijn club, voor mekaar, zijn gruwelijk blij met deze man als bouwouder. Daarom heel graag een gemeentelijke onderscheiding voor bouwouder Egbert Wingens. Lisette, kom maar een beetje naar voren. Ja, zij is geen onbekende binnen de Schaikse gemeenschap. En we zien haar vaak overal bij. Ze is samen met haar man een echte bouwouder voor diverse carnavalsclubs. De laatste jaren zitten er zelfs 5 clubs in hun schuren. En verder is zij de grote animator binnen haar eigen club, de Schuimkragen. Als er iets gebeuren moet, trekt zij de kar. Zij heeft de leiding bij het jaarlijkse liedjesfestival. Ze schrijft de teksten helemaal zelf en stimuleert de overige leden tot grootse prestaties. Het afgelopen jaar werden zij zeer terecht uitgeroepen tot winnaars van het liedjesfestival met het lied Menejas. Ja, ze hadden beter daarna kunnen blazen, want ik ga nu iets zeggen wat ook op hen slaat. Want jij verzorgt met de bus, met jouw bus, dat de leden van de Hofkapel altijd veilig thuiskomen. Zeist de Bob. Ja, zo moet je dat regelen. Vorig jaar nam ze ook deel aan de pronkzitting, omdat een deelnemer 2 weken van tevoren voor de zitting zich noodgedwongen terug moest trekken. En ook dat deed ze keigoed. Wij zijn bijzonder trots op deze alleskunner die naast haar drukke werkzaamheden op het bedrijf
toch ook nog de tijd heeft om zich in te zetten voor diverse carnavalsactiviteiten. Heel graag een gemeentelijke onderscheiding voor Lisette Loeven. Nou, vriend, mag je een sterren. Tot een groep mensen die regelmatig voor ons klaarstaat. En blijf daar maar eens, kom maar eens even hier een beetje zo staan, Ben. Kom maar eens een beetje deze kant op. Eén werkt er nu. Ga daar, hou maar, anders kunnen ze je weer niet zien. Een groep mensen, nou mag je even niet filmen. Een groep mensen die regelmatig voor ons klaarstaat. Ze zijn overal te zien hier trouwens. Ze brengen maandelijks de beelden op het scherm van gebeurtenissen die zich in heel Landert afspelen. Vanmiddag zijn ze ook hier weer aanwezig om de beelden van deze erewijn rechtstreeks uit te zenden. Hierdoor kunnen de mensen die op de erewijn niet aanwezig kunnen zijn, deze toch thuis via de tv volgen. Deze groep mensen doet dit met een grote gedrevenheid en deskundigheid. De beelden die uitgezonden worden zijn van goede kwaliteit en doen niet onder voor de landelijke tv-zenders. Niet alleen tijdens deze erewijn, maar ook tijdens de grote Moeslandse optocht, de pronkzittingen, het Liedjesfestival, het zomercarnaval, worden tv-opnames gemaakt die dan tijdens de maandelijkse uitzendingen worden getoond. Wij zijn dan bijzonder trots op deze groep vrijwilligers van Landert TV. Graag een onderscheiding voor Landert TV. En ik nodig Ben Snoeks uit om namens Landert TV deze onderscheiding in ontvangst te nemen. Dames en heren, Landert is even niet meer aanwezig. Het Smauzenrijk, het Kelenrijk en het Moesland staan in het beeld. En ja, ik heb hier mooie onderscheidingen gekregen van het carnaval. Maar ik heb natuurlijk nog wel de keten, maar daar kan ik nu niets meer mee doen. Dus Tinus, als jij weer eens even kan komen, dan hang ik de keten in de boom. En ga dus feesten. Het is carnaval, dames en heren. Thank you.
Oké. Dat was het officiële gedeelte van de erewijn. De sleutels zijn uitgereikt aan alle hoogheden. Mevrouw de burgemeester, heel hartelijk dank daarvoor. Want u moet toch de macht overdragen en daar alle vertrouwen in hebben. Maar met de mensen die hier op die eerste rij zitten, heb ik er ook alle vertrouwen in dat we een aantal fantastische carnavalsdagen tegemoet gaan. Diegenen die zijn verrast met een prachtige gemeentelijke onderscheiding, hartelijk gefeliciteerd. Ik denk dat jullie het allemaal van harte hebben verdiend. En de inzet van jullie als vrijwilligers voor het carnaval is denk ik voor het carnaval van levensbelang. We gaan verder. Iedere carnavalsvereniging zal zichzelf gaan presenteren in 33 minuten. Iedere carnavalsvereniging heeft 33 minuten gekregen om zichzelf te presenteren. En ik zie Cor al zenuwachtig op zijn horloge kijken en denken, gaat dit nu van mijn tijd af? Nee Cor, de 33 minuten beginnen te tellen op het moment dat jij naar boven komt. Als eerste zal Stichting Carnaval de Smauskes uit Zeeland hun presentatie van 33 minuten gaan verzorgen. En daarvoor geef ik heel graag het woord aan hun presentator voor dit deel, Cor Schel. Ja, goedemiddag allemaal. Moesakkinnen, Kelenstreupers, Smauzen, genodigde burgemeester en meneer Hans. Hè? Ja, in het begin heb ik even zitten denken van die voorzitter van de Kelenstreupers, die zegt nou iets. De locatie is gekozen vanwege het 44-jarig bestaan van de Kelenstreupers. Nou zat ik te denken van 44-jarig bestaan, wordt het volgend jaar gehouden. En dan zie ik Chrisje zitten. Dan denk ik van, hoe ver zijn de bouwplannen? Want het is zo een jaar verder, en voordat al die bouwplannen er doorheen zijn, en zo'n groot gebouw in Zeelandstad. Dus ik wacht af wat de locatie volgend jaar zal worden. Maar ik ben niet alleen hier gekomen om jullie een beetje te vermaken. Het is de bedoeling dat ik jeugdcarnaval van de Smauskes naar boven haal. En dan wil ik ook graag verzoeken of de Hofkapellen de Butema's willen spelen, zodat jeugdcarnaval van de Smauskes naar boven kunnen komen. En dan gaan we natuurlijk allemaal staan. En daar komen ze dan aan, de Hubbelsmauskes. Aansluitend komt de Jeugdraad van Elf. Ja, en hier staan ze dan, de jeugd van de Smauskes, met jeugdprins Daan den Eerste, prinses Vianne, adjudante Amber en naar Heiko. En het woord is aan de voorzitter van de jeugdcommissie, Joost. Dankjewel, Cor. Hij zegt wel, het woord is voor de voorzitter, maar eigenlijk verdienen deze dadelijk het woord. Het enige wat ik wil zeggen, inderdaad, Cor heeft het net al aangegeven, volgend jaar vieren wij ons 44-jarig bestaan. Wij zijn er nu al druk mee bezig. Hoe, op welke manier, zullen jullie dadelijk zien. Ik wil in ieder geval de Kelenstreupers vast feliciteren met hun 44 jaar bestaan. En ik wil daarom nu het woord geven
aan onze hoogheden en om te beginnen aan jeugdprins Daan. Hallo beste carnavalsvrienden. Ik ben Daan, jeugdprins Daan met dubbel A. En met carnaval gaan we er flink tegenaan. Ik ben Fianne, jeugdprinses Fianne met dubbel N. En ik weet zeker, deze carnaval die gaat zeker knallen. En ik ben Amber, adjudante Amber met enkel M. Ik ben de rechterhand van prins Daan en prinses Fianne. Waar zij gaan, zie je mij ook staan. Hallo allemaal, ik ben Heiko, gewoon Heiko, de nar van het stel. De rest van het jaar zit ik in de jeugdgemeenteraad. Alleen met deze carnaval heb ik ADV. En zet de boel op zijn kop. Zelfs de burger doet al mee. Wij jeugd van de Smauskes willen hier even stilstaan bij het 44-jarig jubileum van onze carnavalsvrienden. 44 jaar staat voor hossen en springen. 44 jaar staat ook voor vele late gezellige uurtjes. 44 jaar staat voor een kater van 44. 44 jaar staat voor heel veel geld bij elkaar opgeteld. 44 jaar carnaval op zijn best. 44 jaar een unieke kans, de sleuteloverdracht in het wapen van Reek, dat belooft feest. En komend jaar dan viert het groot carnaval van de Smauskes een 44-jarig jubileum. En ook dan staat 44 extra centraal. 44 jaar staat voor plezier voor groot en klein. 44 jaar, alaaf, 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 met de Rasta-raad. 44 jaar, de burger heeft weer een extra opening op haar werkagenda staan. Al 44 jaar, eerst een carnavalsmis voordat het grote feest gaat beginnen. En al 44 jaar, als woensdag, om over koppijn maar niet te beginnen. En dan komt het. Wie gaat dit allemaal betalen? Met feesten, dat weet je, dat kost altijd geld. Bij de grote clubs weten ze wel hoe dat moet. Je zoekt sponsors, maakt reclame, rammelt een keer met die bus langs de deur en het feest kan beginnen. Ja, ja, die grote zorgen wel dat ze aan het trekken komen. Maar hoe zit dat met ons? Hoezo met ons? Hebben wij dan ook iets te vieren? Nee, nu nog niet. Maar kijk, de groten hebben de knip zo gevuld. Maar wij, jeugd van Landert, doen het dus gewoon met Ranja en chips. Dus met bijna niks. Maar wat de groten kunnen, dat kunnen wij ook. Hoe bedoel je dan, Heiko? Sponsors, reclame, collecteren. Ten bate voor de Landse jeugd. En steunen we meteen de jeugdgemeenteraad. Maar dan kun je dus ook eigenlijk niet om onze burgermoeder heen. Ik denk dat het tijd wordt dat we haar eventjes naar voren roepen. Mevrouw, wilt u eventjes naar voren komen? Je hoeft ook niet om de burger heen te draaien, want de burger duwt het vast en zeker met ons mee. Die zit, beter gezegd, er middenin. Die komt met de carnaval toch in drie dorpen tegelijk. En als reclamezaal komt dat meteen mooi uit. Maar voor welk doel wil je dan geld binnenhalen? Want dat moet ik natuurlijk als voorzitter wel eventjes weten. Allereerst voor onszelf. En als wij over een aantal jaar 44 jaar bestaan, is ons feestpotje zeker klaar. En verder als aanvulling voor de verbeteringen die de jeugdgemeenteraad allemaal wil doorvoeren. Want ook dat kost handenvol met geld. Ja, die verrichten goed werk. Extra verlichting in donkere straten. En straks in elk dorp een supergroot kermis. Ja, die behartigen ook onze belangen. En dat allemaal onder de toezicht van burgemeester Doren. De toekomst van de jeugd van Landert ligt immers bij haar in veilige handen. En hoe gaat het dan allemaal in zijn werk eigenlijk? U wilt adverteren via onze burger aan reclamejas. Dat kost 44 euro, een feestelijk bedrag. Ja, en de Reek die willen als eerste op die jas. Ze bedanken hun sponsors voor hun bijdrage aan dit jubileum. Dat vinden wij echt mieters. De eerste 44 euro zit al in de pot. Dat telt aardig op.
De foutjes worden meteen ter plekke opgelost. Zo gaat hij hier. Maar ook aan de kleine portemonnee is gedacht. En daarom de collectors meegebracht. En u denkt, en denkt u, ik heb alleen maar groot. Dat vinden wij ook niet erg. Ook met briefgeld zijn wij al heel blij. Dat kan meteen in de grote kluis erbij. De Schaikse, die zijn ook niet te flauw. Die willen reclame op iedere mouw. Gratis boerenmoes met worst voor iedere carnavalsgast. De Smauzen, die zijn al wat langer in touw. Ze vieren hun 44-jarig bestaan op 9, 10 en 11 november van dit jaar. Dat komt op de rug te staan. Kijk, zo maken alle drie de dorpen zich sterk. Voor het Landerse jongerenwerk. Er zit al aardig wat in de pot. 3 keer 44 euro is 132 euro. Precies op de kop af. En nu zie ik Chris Schol al denken. Daar kom ik goedkoop vanaf. Want ik heb alleen maar mijn pinpas op zak. Ook daar weten wij de weg mee. Bij ons kunt u chippen en pinnen. Wat zegt u? Niks? Werkt die niet? Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Hartstikke mooi. Applausje voor Chris Schol. Gauw in de kluis. Dat is een geweldig voorbeeld. En van Chris weten wij, die maakt er direct werk van. 3 hoeraatjes voor deze man. Weer 44 euro erbij. Of was het meer, Chris? Ja, de Landerse Jeugdgemeenteraad werkt samen aan een beter resultaat. Vandaar deze oproep aan alle inwoners van Landert. Steun deze jeugdraad. De samenwerking is broodnodig. Nee, we hebben geen brood nodig, maar keiharde euro's. Wat zou het toch fijn zijn als we over 44 jaar kunnen zeggen... 44 jaar reclame, werk via de rug van de burger. Groeit uit zijn jasje. Het miljoenenproject is een groot succes. Dan mag u trots op uzelf zijn. Want daar heeft u dan aan meegewerkt. En de burger, die bedanken wij nu alvast met een eremedaille. Voor het hele reclame lopen in de drie Landerse dorpen. Succes is verzekerd, want dit hebben wij bij de grote afgekeken. Kijk eens, dankjewel. Kijk, en dan hebben we nu de onderscheiding. Dan wou ik ook vragen of dat de man van onze burgermoeder, Hans, ook eventjes naar voren wil komen. Want ook voor hem hebben we natuurlijk een onderscheiding. Prinses Fianne, die heeft ook nog een cadeau voor onze burgermoeder. Een echte Smauzer spaarpot. Dus kan ze mooi sparen om vervolgens de inhoud weer bij de, zo rond de 9, 10, 11 november van dit jaar bij ons af te geven. Zodat we ons jubileum nog groter kunnen vieren. Dankjewel. Ik zal hem op mijn bureau zetten. Iedereen die komt, moet er wat in doen dan. Ja? Dankjewel. Goed, nou weten jullie dus hoe of wat. 44-jarig bestaan. Wij zijn al druk campagne aan het voeren. En bij een goede campagne hoort ook een campagneliep. Ik heb al menig politicus heb ik al zien rappen, terwijl ze helemaal niet kunnen rappen. Prinsen die doen precies hetzelfde. Die hebben ook altijd een lied of zo, terwijl ze helemaal niet kunnen zingen. Ik heb hier
20 echte nachtegaaltjes die prachtig kunnen zingen. En die hier hun campagnelied nu aan jullie gaan laten horen. 44, wat een feest. In de spotlight staat de reek. De smouzen volgen komend jaar. Ja, de sponsors staan weer klaar. Zonder poen is er geen feest. Dat is altijd zo geweest. Ach, daar heb je het gedonder. De poen is op, we zitten zonder. Zonder geld, dan is er ook geen feest. Reclame, sponsors, collectebussen. Om de boel maar weer te blussen. Sponsort u ook mee. Jeugd van Landert is ons doel. Veel meer licht, een veilig gevoel. De grote kermis is het plan. In Regenschijk en Zeeland. Carnaval is een groot feest. En heel Landert doet dan mee. Ach, daar heb je het gedonder. De poen is op, we zitten zonder. Zonder geld, dan is er ook geen feest. Reclame, sponsors, collectebussen. Om de boel maar weer te blussen. Sponsort u ook mee. Ja, en dat was ons jeugdcarnaval met de hoogheden, die hun stukschedinnen. Die gewoon nou achter erbij staan, heb ik begrepen. En dan kan er misschien iemand van de toneelmeesters de microfoons even weghalen, zodat de huppelsmausjes klaar kunnen gaan staan voor hun dans. Graag jullie aandacht voor de huppelsmausjes met hun gardedans. We'll be right back.
artiest, als ster. Ja, natuurlijk. En natuurlijk geen superster. En ook niet een van Balkenendes ministers. Maar als Wanders de B-ster. Joop van der Ende was op zoek naar deelnemers voor een nieuwe serie van Dancing on Ice with Stars, ofwel Dansen op IJs met Sterren. Hij had mij gezien met de Landerse carnavalshit Wij Vieren Feest van Bertie Lucassen met de Lucano's, waarin ik meedoe met de dokter en de boer als burgerfigurant. Dat liedje en mijn optreden maakte zoveel indruk bij Van Rende dat hij mij heeft gevraagd om mee te doen met Dansen op IJs met Sterren. Nou, dat lijkt me wel wat. Ik ga dat nu sporten en los daar me gelijk mijn goede voornemen voor het komende jaar in. En Dansen op IJs in kleding ontworpen door onze eigen Schijkse Nancy van Boekel. In de armen van een knappe man met zo'n lekkere strakke majoor aan. Nu moet ik dag en nacht gaan trainen. Natuurlijk was ik daar op een geval. Zodat ik over ijs kan zwieren. En allerlei mooie kunstjes kan veruitvoeren. Ik moet echt zelf een partner zoeken. Mag niet goed zijn. Die met mij de sterren van de hemel gaat reizen. Ik ben dus nu op zoek naar een man op reis met wie ik als hier kan gaan. Nou, waar kan ik nog beter zoeken dan hier in deze zaal met zoveel mannen? Nou, laten we eens even kijken. Wie we allemaal zien. Ja, pasteer, hè? De kedenstreukers. De voorzitter. De voorzitter. En de sportmeester. Van vanmiddag, Mark. Hij is creatief, muzikaal, actief, bewegelijk, bovendien onderwijzer. En er kan natuurlijk nog wel voor verleren. Alhoewel. Hij is jarenlang opgetreden met Corrie als scheetje. Ja, stel je voor dat hij bij zo'n spagaat, hou ik even vast, hè? Bij zo'n spagaat kom ik niet verder, aan die tijd als een van de scheetjes terug denkt. Ja, dan is gelijk alle power terug. Dat kan het niet. Misschien iemand van de Raad van Elf. Van de Smoosters. De broertjes Ronald en Benny Tonders. Twee mannen die voor alles inzetbaar zijn. Ik heb ze bezig gezien, in ieder geval de Raad van Elf, als piraat, als motorrijder en nu als Rasta-man. Dus ze houden wel voor een showtje daar. Maar met mijn schaatsen, dat is wel wat anders. Want de wedstrijden duren soms tot diep in de nacht. En we weten allemaal dat als het wat later wordt, de broertjes nog wel eens achterover slaan. En achterover slaan op ijs, ja, dat is een beetje pijnlijk. Dus Ronald en Bernie vallen af. Wat nu? Dat is een prins, hè? Een echte knappe vent. Ja, die heeft het echte druk met die klerenverkoop. Leonard. Ja, die komt wel goed met de danskar dansen. Maar ja, geen vorst meer. En zonder vorst, geen ijs. Thank you.
Willy. Rad Menneke. Een talentvolle spreker. Vol grapjes en rollen. Maar die naam. Waarom nou ook Willy? Dat kan toch niets worden? Ik hoor de trainer al roepen. Willy, naar voren met Willy. Willy, naar achteren met Willy. Willy, naar boven met Willy. Ja, dat wordt niets. Daar kan je nog geen boerenmoes van maken. Maar dat valt allemaal tegen om dat te winnen. Oeh, maar kijk nou. Ja, ik was jullie bijna vergeten. De hofkapellen. Die uit Reken en Schaaf, die kunnen het uitstekend bij elkaar vinden. En blazen de sterren van de hemel. Ja, en dat zoek ik natuurlijk eigenlijk, hè. Ja, en dat zit me wat uitdagend te zijn. Bang om eruit te gaan. Dat kan wel eens, hè. Dat zijn ze zeker niet. Maar ja, wie van hen durft zich nou helemaal te geven en in die rondjes te draaien, hè? Dat kan ook nooit goed zijn, hè. Maar ja, daar zit er wel in, hè. Peter. Altijd in voor een lolletje. Maar als het moet, ook serieus. Doet overal en altijd mee. Kan tegen een stootje, met zijn showfos. Slaat de blaren op zijn handen bij de hofkapel als hij met die grote trom aan de gang gaat. En met die grote handen, dan kan hij zonder moeite lichten natuurlijk. Alleen, denk eens aan wat hij aan moet. Een strakke bajon. Een strakke bajon. Ziet u dat al voor u? Je verwacht op ieder moment dat de trom tevoorschijn komt. Vorig jaar toen struikelde hij over een steentje.
toen brak hij al zijn been. En je kan je dan afvragen of het slim is om met hem op de schaats te staan en met hem dat gladde ijs op te gaan. Jammer. Het lukt me niet om in deze korte tijd een hele goede man te vinden. Die met mij over het ijs wil zwieren en die pirouettes wil draaien. Wat overblijft is dat ik de komende dagen flink ga zoeken naar die man voor het ijs. Zoekt u misschien mee? In het verhaal en volgens mij burgemeester
dat iedere man hier in de zaal heel graag met u de rondjes kan halen. Wij zijn bijna aan het einde van deze erewijn. Zometeen komen de voorzitters, dus mijn twee collega-voorzitters, naar voren toe. En wij zullen de erewijn afsluiten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik toch even dankjewel zeggen. En dankjewel zeggen is altijd heel lastig op zo'n moment, want je moet altijd opletten dat je niemand vergeet. Maar toch wil ik het doen. Ik wil dank zeggen aan burgemeester Doorn en het gemeentebestuur van de gemeente Landert voor deze middag. Ik wil dank zeggen aan carnavalsvereniging de Moeslanden, Stichting Carnaval de Smauskus, de carnavalsvereniging de Kedelstreupers voor het inbrengen van voor deze middag. Dank ook aan Piet Segers en Leo Verhoeven van het licht en het geluid. Ze zitten bovenin. Ze hebben een hoogte goed. Maar ze zijn echt onmisbaar. Het personeel hier van het Wapen van Reen. De mensen van Wander TV, het Wijnorkest Ongedakt en de Boerenmoeskapel. Gekomen. Ik zou heel graag willen vragen of mijn twee collega-voorzitters van Zeeland en Schuiten voor komen. Peter Lucassen en Theo Potjes. En zij hebben nog wat attributen voor mij. Drie mutsen gemaakt en een hele grote en twee heel kleine. En toen moesten wij wel even wie die grote waren en wie die kleine, maar ik denk dat het al duidelijk is. Volgens mij moeten we nog twee microfoons hebben voor deze heren. De microfoons voor de voorzitters. Daar komen ze volgens mij aan. En ja, dat is microfoon 1. En microfoon 2 krijgt van de andere kant. Goedemiddag, beste mensen. Wij mogen net als anders deze middag afsluiten. En dat willen wij net als anders heel keer in stijl doen. Wij hebben namelijk een actiegroep opgericht. En die luistert naar de naam de Rooi Putmuts. En dan kunnen jullie met z'n allen samen met ons een puntje aanzuigen. Als je wilt en mag, de mensen. En ons handelsmerk is deze keer met een rooi potlood en een touwke blijven trouw aan uw manneke en vrouwke. Dat betekent dat het tijd wordt dat wij maar weer eens de touwkes in handen gaan nemen en het potlood weer gaan gebruiken. We zullen dus een aantal mogelijkheden de revue laten passeren. Ja, met zo'n mooi rooi potlood, dan kunnen prachtig één mooi rond rondje maken.
inkleuren op een mooi vel. Je bedoelt zeker een stemformulier. Zeg het dan gewoon, man. Des Iel van de Reën, naar ons actiegroep, is opgericht. Wat maak je me dan toch maar één rutje met potlood inkleuren? Oh, ik dacht er mogen er veel meer, man. Nee, dan mogen er niet meer, man. Begrijp dat nou eens een keer. We hadden er al veel te veel van. Jongen, jongen, jongen. Gewoon terug naar het rode potlood. Dat is echt het ergste. Die ellende met die stemmachines. Het ligt wel in de voettocht naar Compostela. Ja, dan hebben we nog een ander probleem. Want je moet wel binnen de lijntjes kunnen kleuren. Ja, dat is kei logisch. Want ambtenaren op het gemeentehuis geen genegum verrooi. Ja, maar dat is niet het ergste. In Zeeland begrijpen er wel meer niet wat je met dat rode potlood moet doen. Pastoor Bougie kleurde geen rondjes, maar hartjes rood. Een rooi ingekleurd hartje. Dat is nog eens een teken van pure liefde. En nou springen de vonken van Bougie's potloodpuntje. Een klein rood puntje? Hij stort tegenwoordig alleen in vuur en vlam. Maar, teken, hoe zit het met je pistool van jullie? Nou, onze pistool, die zingt er al in de dag. Maar waar zingt hij dan? Ja, hij zingt, het is niet stil van de pistool. Het is niet stil. En dat terwijl vroeger een mis met drie heren, meerdere keren met een rood potlood onderstreep weer. Nou, die heeft de stoor Hermans, die gaat in ieder geval wel in de prima puntenslijper. Want zijn rode puntje, dat blijft in ieder geval flink scherp. Hé, hey, en hoe zit dat met die van Ali, Mark? Ik ben er bij het 44 jaar gestaan, bij Ali in de mis te heuren dat die kleuren blijven waar. Ja, hij is wel een klein beetje kleurdoof, geloof ik. Maar wij hebben echt een goeie carnavalesk pastorke. Door het hoog. Door het hooguit af en toe een gezellig, maar o zo mooi rooi streepje deur. O jee, telefoon. Wie is dat? Ons burgermoeder. Die weet niet meer. Die weet niet meer wat ze in de courier moet schrijven. O jee, ja. Ons burgermoeder houdt tegenwoordig een dagboek bij in de courier. Bellen met een burgemeester. En ons mag bellen wat ze deze week bij moet schrijven. Ja, schrijf toch gewoon wat op. Een stukje leest toch, hè, man. Hé. Zeg maar eens dat ze, als ze het niet weet, dat we hem op de mail zullen gooien. Dan kan ze het zelf ook oud meer rooi potloodje westerheer. Maar moeten wij niet nog wat puntjes op de i zetten? Ja, zeker. Allee, want die bouwtekeningen voor die bouwlotsen, voor ons carnavalsclubjes, die moet ik echt wat groter maken. Kijk, en dan doe ik dat met een rooi potloodje, hè. Dan maar eens op het gemeentehuis toch tegen een ambtenaar dat gedaan, hè. Hoezo? Ze slapen anders wel altijd op de verkeerde tijd. Of worden ze op het gemeentehuis nog net op de verkeerde tijd wakker? Hé, hey, en die dorpshuizen dan? Dat zijn echte scherpslijpers, hè. Allemaal in het rood. Dat is dan een flinke rode streep door de rekening geworden. En die tekeningen voor die school in Zeeland kleuren we mooi rooi in. Zodat er een mooi, breed, rooie school ontstaat. En zo kunnen we nog wel 100 dingen meer bedenken. Maar dan laten wij een Uri over. Als je dadelijk van ons een rooi potloodje krijgt, ben je gelukkig ook lid van onze club. En ze zijn beperkt, maar bedenk wel een paar dingen. Zorg dat je tijdens deze dagen binnen de lijntjes blijft. Maar houd uw puntenslijpertje bij de hand, dan blijft uw rooi puntje altijd scherp. En onderstript met een dikke rode streep dat carnaval het feest der feesten is en altijd blijft. Drie keer is er af. En heel veel plezier de komende dag. Hallo!
Thank you.